Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video ga ik je wat tips geven over agenda's, planners, wat past het beste bij jou. Ik heb hier een hele stapel met allemaal oude agenda's en dingetjes die ik allemaal heb gebruikt. Dus daar gaan we in deze video allemaal doorheen. En tijdens mijn zoektocht naar al mijn bullet journals en zo kwam ik oude dagboeken en zo tegen. Dus aan het einde van de video ga ik ook daar wat van laten zien, denk ik. Ik heb nog niet echt gekeken naar wat er allemaal in staat, want dat wil ik samen met jullie doen. Dus als je daar benieuwd naar bent, blijf even kijken. Maar voor de rest ga ik nu even tips geven over agenda's en wat het beste bij je kan passen. Ik ga het opbouwen van het minste moeite en tijd naar het meeste moeite en tijd. Dus als we gaan naar het minste moeite en tijd, dan is het toch gewoon de reguliere, gewone agenda. En ik heb die zelf niet. Ik heb die even van mijn moeder gepakt. Dit is de agenda van mijn moeder. Ik ga natuurlijk niet laten zien wat er allemaal in staat. Ik zoek even een pagina zonder tekst. Kijk, we hebben deze. Dit is november 2022. Hier heb je gewoon een dagindeling. En per agenda verschilt het natuurlijk. Maar eigenlijk is het altijd wel hetzelfde. Meestal heb je de dagen van de week staan. Zo simpel is het. En een maand staat er al boven en het weeknummer. Maar het fijne hieraan is dus dat je niet zorgen hoeft te maken over hoeveel dagen er in de maand zitten en welke week het is. Je kan hem erbij pakken, het erin schrijven en het klaar. Dus dat is deze. Maar je moet deze dus wel altijd bij de hand hebben als je wilt gaan plannen. En dan gaan we meteen door naar de volgende, namelijk de agenda die ik gebruik. En dat is de digitale agenda. Eigenlijk is het precies hetzelfde. Maar vind ik het gewoon handiger omdat het op mijn telefoon staat. Maar ook op mijn laptop, ook op mijn... Nou, dat heb ik nog meer. Een iPad gebruik ik niet. Maar hè, stel, je hebt het, kun je het allemaal met elkaar verbinden. Ik gebruik de gewoon Outlook agenda. Nee, ik gebruik de Apple agenda. Maar je kan bijvoorbeeld ook de Outlook agenda gebruiken. Dus daar heb je dan geen Apple voor nodig. Maar je kan allemaal verschillende soorten agendas gebruiken. Er zijn ook verschillende apps voor. Maar ik gebruik dus deze app. En het handige hieraan vind ik dat je jaren vooruit kan plannen. En dat heb je bijvoorbeeld met deze. Ja, kun je een jaar vooruit plannen. Maar stel, er komt iets, een concert of een reis wat je ver vooruit plant. Dan kan je dat bijvoorbeeld niet indoen. Of als je tegen het einde van het jaar zit en nog het agenda vol moet maken. Kun je dus nog niet zo goed vooruit plannen tenzij je alvast een agenda hebt. En dat vind ik bij deze gewoon zo fijn. Ik kan makkelijk schakelen tussen mijn laptop en mijn telefoon. Omdat ik daarvoor studiefilm voor moet doen. En wat voor mij heel prettig was, want ik heb bijna elke agenda geprobeerd. Is dat ik geen schrijffouten kan maken. Of dat ik perfectionistisch doe over mijn handschrift. En dat ik dan niet een pagina eruit kan scheuren. Dit is gewoon lettertype. Ik bedoel, het is gewoon computer, zeg maar. Dus je kan niet een fout maken in die zin. En wat ook heel fijn is, is dat je het lekker georganiseerd kan doen. Want je kan verschillende soorten agenda's aanmaken. Ik heb vier soorten agenda's. Je ziet hier even in beeld. Ik heb een agenda voor YouTube. Dus als ik een samenwerking heb en een deadline daarvoor, dan kan ik dat in de agenda zetten. Of een video-idee of zoiets. Dan heb ik dat in de kleur zwart. Dan heb je donkerbruin. Dat is alles voor studie. Dus colleges of meetings met mijn werkgroepje. Dan heb ik dan donkerbruin. Dan heb je lichtbruin. Mooi beige. Dat is alles voor werk. Dus het is in de zomer van de vakantieschool. Of bij mijn assistent ICT op het NL Stende. Als ik bijvoorbeeld een training moet geven. Of een workshop. Of we hebben een overleg. Dat soort dingetjes. En dan heb ik nog wit. En als privé. Dus vakantie of feestje. Dat heb ik nooit. Maar goed, hè, dat is dan wit. Dus dit is de agenda die ik gebruik. Gewoon de Apple agenda op mijn telefoon en laptop. Dan komen we bij het onderdeel wat al iets meer moeite kost. Vaak denken mensen dat je of zo'n agenda hebt. Of een bullet journal. En dat je dan superveel moet doen. Maar ik heb hier een bullet journal die er net tussen zit. Namelijk een quick journal. Ik pak hem er even bij. Dit is eigenlijk een bullet journal. Maar die is al helemaal voor jou ingedeeld. En getekend en geïllustreerd. Dus je hoeft dat allemaal niet meer te doen. Maar het ziet er natuurlijk wel heel leuk uit. Dus als je nou zo iemand bent die graag een bullet journal wilt. Maar niet de tijd en energie ervoor hebt. Want dat snap ik. Dan is deze quick journal echt wat voor jou. Ik zal even close-ups laten zien. De voorkant is dus heel mooi lichtroze. En ik vind vooral het lettertype door dit hele boekje leuk. Laten we februari erbij pakken, want dat is deze maand. En aangezien Valentijnsdag eraan komt, is het natuurlijk helemaal mooi versierd met hartjes. En heeft een mooie liefdesquote. Dan heb je een maandoverzicht. Dus hier zou je ook eventuele afspraken in kunnen zetten. Verjaardagen. Met daarnaast note goals to do. Dus daar heb je mooie lijstjes voor. Dat heb je bijvoorbeeld niet in de meeste reguliere agenda's. En nog een maand in de Outlook agenda's. Je hebt een pagina voor notities. Dan heb je elke maand ook bijvoorbeeld
bijvoorbeeld de highlight of my day. Dan schrijf je elke dag op wat de highlight was van je dag. Wat vond je het leukst? Wat is er uitgesprongen? Je hebt de habit tracker op verschillende dingen. Dus gezond eten of water drinken. En je hebt de mood tracker. Dus dan kun je elke dag met een kleurtje aangeven hoe je je voelt. En dat is al zo leuk. Het is al voor je getekend. Maar de kleurtjes kun je zelf bepalen. En je kan het zelf inkleuren. Dan heb je ook nog de water tracker. Dus kun je bijhouden of je genoeg water hebt gedronken. En de sleep tracker. Dus hoeveel uur heb je geslapen. Hey mom. Jee. Wat is er? Oh, wat lief. Mag je agenda ook weer meenemen? Oh. En je kan hem meteen opdrinken hoor. Want hij is lauw. Oh, lekker. Hij is een beetje vinden. Sorry als je dat geluid had. Maar volgens mij was het wel. Dus elke maand heeft weer hele leuke nieuwe thema's. En je kan hier dus lijstjes in bijhouden en je agenda in bijhouden. Zonder dat het te veel tijd kost. Dus dat is echt super fijn. In de beschrijving heb ik trouwens een kortingslink naar deze Quick Journals. Dus als je het leuk lijkt om deze te hebben, kijk even in de beschrijving. Want daar staat een linkje met korting. Ja, stel je bent wel super creatief, dan heb je natuurlijk de bullet journal. Ik heb hier bijvoorbeeld een bullet journal, maar deze gebruik ik zelf niet als bullet journal. Ik gebruik deze als een dagboek. Oh. Ik maak hier bijvoorbeeld tekeningen in als ik me niet goed voel, zonder dat ik iets hoef op te schrijven qua woorden. Dat is echt een aanrader als je zo'n emotioneel persoon bent als ik. Maar goed, ik kan wel even een lege pagina net zien. Dit is gewoon een bullet journal. Ik ben mijn prachtige bullet journal die ik een aantal jaar geleden had, ben ik kwijt. Ik weet niet waar die is. Daar staat er echt prachtige tekeningen in. Dat was echt heel mooi. Maar die heb ik dus niet. Ik weet niet waar die is. Maar ik heb wel een andere. Ik heb echt wel een tijdje bullet journaling gedaan. Maar ik vond wel gewoon heel veel werk. En ik ben geen ster in rekening. Ik maak dus super vaak rekenfouten. Gewoon simpel zwart. Maar ik ga nog eerst even laten zien hoe zo'n maand er dan uitziet als je zelf je bullet journal doet. Dit was bijvoorbeeld maart. Toen heb ik allemaal mooie plaatjes geprint met een kleurenthema. En een maandoverzichtje gemaakt. En nou, dit is een volledig maandoverzicht. En dan had ik dus ingezet wanneer ik mijn toetsweek had en zo. Zo zag een week er dan uit. Die staat toevallig niks in. Nog een week. Nou, en dan had ik elke keer gewoon een plaatje erbij. Een tekeningetje gemaakt. Maar goed, dus zo zag mijn bullet journal eruit. Ik vind het niet leuk dat ik deze laat zien. Want ik had echt een betere. Het was echt heel mooi. Dat zijn een beetje de bekendste agenda's. En wellicht past iets wel heel goed bij jou. Dus ik hoop dat je daar wat aan had. Laten we snel verder gaan naar de dagboeken die ik heb gevonden. Oké, ik heb twee boeken die ik met jullie wil gaan delen. Dit. Dit is een Harry Potter boekje. Dus dat is ten eerste al echt super vet. Ik denk dat ik deze had toen. Ja, ik denk groep 8. Maar dat geldt ook voor deze. Het is groep 8 eerste klas. En dit, jongens. Als iemand dit ooit vindt. Ik kan niet geloven dat ik jullie ga delen. We gaan beginnen met deze. Hier schreef ik gedichten in. En ik ga eentje aan jullie voordragen. Ik ga even eentje zoeken. Oké, ik wil even een aantal titels voorlezen. De zon gaat langzaam onder. Echt leven. Leven tot je sterft. Tot de bodem mij vindt. Zo fout. Want daar ben ik geboren. Vertel mij. En dit is angstaanjagend. I am so dramatic. Ik ga even de kortste pakken. Oké, weet je wat we doen? Want daar ben ik geboren, want dat is het minst dramatisch. Oh, dit is ook dramatisch. Oké, dit gaat over Terschelling, want daar ben ik geboren. Oké, dus titel nogmaals, want daar ben ik geboren. Daar gaan we. Zo rijk, zo rijk als het strand. Zo vurig als de golven. Mijn liefde en afkeer in een gevangen confrontatie. Genoten van de tijd, maar de verstotene bereikt. Hoe vind ik de golven die jullie kan vertellen? Overleden, verstoot mij niet. Voor mij met jou mee, een druppel van de zee. Zo vurig, want daar ben ik geboren. Oké. Deze is ook echt super dramatic. Vertel mij. Dit is de laatste. Als jullie meer willen, dat doe ik niet. Laatste. Vertel mij. Zou ik slagen? Zal het me lukken? Moet ik verder? Ik doe mijn best te weten, maar ik heb nog zoveel vragen. Moet ik mij overgeven? Blauwe lucht en groene bladeren. Vertel mij, wat moet ik doen? Oké. Dat klinkt erg verontrustend en ik weet niet waar dit over gaat, maar
Oké, we leggen dit weg en we kijken hier nooit meer naar terug. We gaan door naar dit. En dit, jongens, is nog erger. Oh mijn god, dit deed ik ook toen ik YouTube deed in de eerste klas. Want hier staan dingen in over YouTube. Oh my god. Oké, eerste pagina. Zaterdag, 2 augustus 2014. Toen was ik... Toen werd ik 12. Oké, dus ik was 11. Oké. Jee, ik heb een dagboek gekocht. Nou ja, ik heb hem niet zelf betaald, maar dat boeit niet. Ik heb geen idee wat ik zou moeten schrijven. Dus teken ik mezelf met mijn dagboek. Ik ben blij met mijn dagboek. Oké, dit is een stukje over mijn zus. Oké. Oh, ik gaf trouwens ook titels. Het vorige, wat ik net voorlas, was het titel Mijn dagboek. Nu heet dit stukje heet Stomme Flop. Oké, mijn zus heet Floor en ik noem haar altijd Flop als bijnaam. Oké, Floor, hier komt die. Ik word echt helemaal gek van Floor. Ze denkt echt dat ze de baas is over mij. Dus zei ik tegen haar, had ik maar een andere zus. Dat was misschien niet heel aardig. Maar soms lucht het wel even op als je iemand... Oké, dan heb ik een tekening gemaakt met eronder een uitleg. Ik ben een vee en ik heb Floor in een varken veranderd. Ik zat tussen haakjes... Haar persoonlijkheid was al als een varken. Zo erg was ze niet. Of toch wel. Dit is de tekening. Oh, hier heb ik een heel lijstje gemaakt met wie ik ga uitnodigen op mijn verjaardag. YouTube ideetjes! Een heel plan met dingen die ik kon doen. En afgevinkt wat ik heb gedaan. Oké. Haar tutorial, check. Nagels lakken, vuur, check. Shoplog, hashtag 1, check. Nagelslakken, hashtag 3, Sinterklaas, check. Nagelslakken, hashtag 2, rood en zilver, check. Favoriete outfits, check. DIY iPhone hoesje, check. Ik ben druk bezig met YouTube. Ik heb vandaag 1 video geüpload en van 70 abonnees naar 73 gegaan. Ik ben nu nog een video aan het uploaden. Passion for music. Studietips! Ik ging een video maken, dus ik heb een lijst gemaakt. 10 studietips. Tip 1. Markeren. Tip 2. Neem de ruimte. Tip 3. Afleiding wegleggen. Tip 4. Pauzes van 10 minuten. Tip 5. Niet 's avonds nog huiswerk maken. Tip 6. Niet te harde muziek op. Tip 7. Begrijp wat je maakt. Tip 8. Maak je huiswerk meteen na school. Tip 9. Vragen aan je ouders of broers of zussen. Tip 10. Niet te veel tekeningetjes. XX Mereltje Study. 14 februari 2015. Ik heb een nieuw dagboek gekocht. Ik wil iets met muziek doen. Musical of zo. Lijkt me wel chill. Ik moet nog een paar bladzijden. Dit is mijn laatste tekst. Op de volgende laatste bladzijden maak ik tekeningen. Heel veel liefs, Merel. Een vlieger en een peace teken. Ook dit gaan we nooit meer openmaken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik had het in ieder geval erg naar mijn zin in mijn eentje hier. Voor ik ga, vergeet niet even in de beschrijving te kijken naar de link naar deze Quick Journal. Het is echt een aanrader als je een bullet journal wil, maar niet zoveel tijd of creatieve vaardigheden hebt. En toch zoiets wil doen in dat thema en zo. Dit is trouwens voor het jaar 2022, dus niet bang zijn dat het verkeerde jaar is. Ja, dat was het denk ik. Dus, check deze even. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een volgende video. Doei!